Erland Sleur, milieuactivist en voorzitter van de stichting Protect Our Biodiversity Suriname, ProBios, heeft vandaag samen met andere personen een protestbijeenkomst gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. De groep wil hiermee aandacht vragen voor de volgens haar vernietiging van onze bossen. Zij eist dat de overheid scherper beleid voert hiervoor. Sleur heeft er bewust voor gekozen om nu te protesteren. Hij wil vooral een signaal afgeven aan de bezoekers van de internationale klimaatconferentie die nu gaande is. Dat zei hij gisteren tijdens een ontmoeting met de pers in de Palmentuin, waar hij informatie gaf over de protestmanifestatie vandaag. We vroegen aan enkele personen die er ook bij waren, wat zij vinden van het initiatief. Sowieso is het wel de moeite waard om te strijden voor ons bos, omdat ons bos van onschatbare waarde is. En het volledig potentieel daarvan is niet in geld uit te drukken. Ik ben heel veel in het binnenland, bijna elke maand een keer. Gewoon voor mijn plezier. En je merkt wel dat je bepaalde plaatsen niet meer gaat. Ik kom niet meer in het Stuwmeer. Ik vind het water te vuil om erin te gaan zwemmen of badderen of wat dan ook. Dus ik vind het zo jammer wat er nu gebeurt met het land. Enkele personen over het initiatief voor de protestbijeenkomst. Sleur heeft de aanwezigen kort toegesproken. Doe-voorzitter Steven Alfaisi, die op het moment van het protest bij de DNA was, zegt dat hij dit initiatief wel ondersteunt. Hij stelt dat er goed bestuur en leiderschap nodig is voor een gedegen milieubeleid. Die vernietiging is overal. Nu hebben we ook al die vissersboten, die grote vissersboten, die nu elke keer onze zeeën aan het leegvissen zijn. Het gebeurt niet alleen in Suriname. Het gebeurt bijna over de hele wereld waar mensen eigenlijk aan het pinaren zijn. En een stelletje elite zit aan de macht. En zij doen gewoon alsof zij het land bezitten. Je kan een aantal dingen doen vanuit NGO's. Maar NGO's alleen zijn niet voldoende. Een heel belangrijke speler is de overheid, de regering. Die leading moet zijn. Want laten we zeggen, de NGO's die zijn duidelijk. Ze geven aan wat ze willen. Het gaat om duurzaam gebruik. De overheid zegt dat ook, maar wat je zegt moet je ook doen. Doe voorzitter Steven Alfaisi over de protestbijeenkomst van de milieuorganisatie ProBios op het Onafhankelijkheidsplein.